We zijn dus donderdag, vrijdag de hele tijd bezig geweest om de auto's te wassen, in de rij te gaan zetten. Vrijdag waren we om een uur of half vijf eindelijk klaar. Maar toen waren nog niet alle auto's in de rij, want er zijn er al een paar weer onderweg naar Italië heen, die daar het weekend over zullen staan. Wij hebben, denk ik, momenteel qua chauffeurs, is een, denk ik, een schatting van mijn kant, is 180 chauffeurs aan het werk. Hoe is het om in deze coronatijd op de weg te zijn? In bepaalde bedrijven waar je bent, daar heb je dan nog wel eens problemen. Waar dan levensmiddelen worden gemaakt, daar heb je nog wel regelmatig de problemen om naar het toilet te kunnen. De meesten die hebben tegenwoordig wel maaltijden mee, zodat je overal wel kunt gaan eten. Moet je ook ergens overnachten of doe je dat in de auto? Nee, alles in de auto. Ik zit nu 12 jaar hier bij Bolk. En ik zit zo'n beetje 6 jaar nu in het konvooi exceptioneel transport. Mijn vader heeft hier vroeger ook bij Bolk gereden. En dan ga je wel eens mee en dan krijg je die ervaring wel mee. Wat is er zo mooi aan dit beroep? Dat vragen ze mij wel eens vaker. Dat is, wat is nou mooi aan dit beroep? De afwisseling. Bolk is dan, die rijden heel veel met windmolens. Dan heb je diverse vrachten waar je dus je energie goed in kwijt kunt. We zijn net 2 weken terug geleden naar Engeland heen geweest. Als de papieren en alles goed geregeld is, dan heb je eigenlijk helemaal geen problemen daarmee. Nou, wij zijn dan vanaf Hoek van Holland vertrokken. En daar was alles verder rest goed geregeld. Ben je van plan om dit nog lang te doen? Eigenlijk tot mijn pensioen wil ik dat wel volmaken, ja. Ja. Want met alle collega's, dan heb je toch een... Bolk staat ook als familiebedrijf. En dat moet je toch koesteren met elkaar, om het zo te zeggen. En dat maakt het wel heel mooi. De haringparty. Dat zou eerst weer loskomen, maar dat hebben we dus allemaal helaas af moeten zijn. Volgend jaar, hè? Ja, dat hopelijk wel. Ja. Ja. Met een grote glimlach. Ja.